Welkom. Gaat u rustig zitten? Moet er nog even iets? Ja, moet er nog iemand opschuiven? Ja, gaat goed. Hartelijk welkom bij deze middag getiteld voorbij het neoliberalisme naar een beter klimaat. Zoals u weet is de afgelopen eeuw de aarde al een volle graad warmer geworden en de temperatuur stijgt steeds sneller. Een aantal van de modellen laat ons zien dat we over enkele jaren al op 1,5 graad zitten. Dat is zo'n beetje wat we met Parijs hadden bedacht, dat we dat wilden toch op zijn max wilden halen. Well below 2 degrees. En dat kan betekenen dat als we dat niet stoppen, klimaatverandering de komende decennia gaat leiden tot overstromingen, droogtes, hongersnoden, klimaatoorlogen en enorme aantallen vluchtelingen. De urgentie dus om CO2-uitstoot in ernstige mate te reduceren was nog nooit zo urgent als nu. Je zou kunnen zeggen dat het kabinet wat nu geformeerd wordt het laatste kabinet is wat serieus maatregelen kan gaan nemen om klimaatverandering, in ieder geval voor de verantwoordelijkheid die de Nederlandse samenleving heeft, ook echt aan te pakken. En dat is een context, zoals u allen weet hier in de zaal, waarin ze nog niet zo ver zijn. Nederland scoort op nummer 26 als het gaat om duurzame energie, zo rond de 6% zitten we nu. Malta en Luxemburg doen het net slechter, maar als Malta binnenkort zijn windmolen opent, zakken we in één keer daaronder. Verschillende actiegroepen hebben de afgelopen weken in kranten en in de media aandacht gevraagd voor dat er een serieuze klimaatparagraaf in het regeerakkoord komt. Maar voor het eerst is er ook iets anders aan de hand. Niet alleen de traditionele actiegroepen hebben dat gedaan. Voor het eerst hebben ook de CEO's van de grote bedrijven gevraagd aan het kabinet: doe iets aan het klimaat. Geef ons serieus klimaatbeleid. En dat is historisch. Dat is nog niet eerder voorgekomen rond een formaat. Goed, zoals u allemaal weet is de aanleiding van dit programma een boek. Het boek Na het neoliberalisme, klimaatverandering, sociale bewegingen en politiek. En de schrijver is Hein Anton van der Heijden en hij zal zo direct ook dit programma aftrappen met een keynote. Daarna volgt een column van de journalist Jaap Tielbeke en volgt er een paneldiscussie. En de panelleden daarvan zal ik u zo direct voorstellen. Rond het panel is er ruimte voor een paar vragen uit de zaal, niet te veel. Want we willen om 16:30 eindigen, omdat voor de genodigden van het afscheid van Hein Anton is er ook nog een receptie of een drankje. Als u nou niet genodigd bent, dan zou ik zeggen, sneaker in. Ik bedoel, het is ook gewoon. Maar, goed. Had ik natuurlijk helemaal niet mogen zeggen. Goed, mijn naam is Natasja van den Berg. Ik ben ooit student geweest. Ik heb een keer een vak gevolgd bij jou. Dat weet je helemaal niet meer. Dat was in 1995. Dus hoe lang geleden is dat dan? 22 jaar later is het een eer om dit gesprek te mogen leiden. En heel graag stel ik jou dan ook voor. Voor diegenen die niet weten dat jij naast een gelauwerd politicoloog en hoogleraar, je bent ook nog een romancier. En publiceerde korte verhalen en een aantal boeken die je ook bij de ingang straks, bij de uitgang dan kan kopen. Je bent dus ook nog eens een keer een literator. En je onderzoek richt zich op sociale bewegingen, politieke discoursanalyse en internationale milieupolitiek. Nou, en wat jij allemaal hebt willen vertellen aan ons over die link tussen aan de ene kant het neoliberalisme en aan de andere kant klimaatverandering en de relatie daartussen, daar wil ik je heel graag nu het woord voor geven. Geef hem een ongelooflijk applaus. Hein Anton van der Heijden. Dat moet ik dan maar waarmaken. Bij de grote klimaatmars op 29 april op het Museumplein waren er twee spandoeken die mij aan het denken zetten. Op het eerste spandoek stond: ik wil schaatsen. En op het andere: doe iets. Ik wil schaatsen is natuurlijk in de eerste plaats een ludieke uiting. Maar ik vind het ook niet zonder betekenis dat er stond: ik wil schaatsen. En bijvoorbeeld niet: wij willen schaatsen. Dat had er in de jaren 70 zeker gestaan. Doe iets, de leus op het andere spandoek, roept ook allerlei vragen op.
Je kunt eruit afleiden dat degene die dat spandoek had geschilderd zichzelf min of meer machteloos voelde. En ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen zich machteloos voelen als het gaat om klimaatverandering. Maar tegelijkertijd, degene die dat doek beschilderde, ervaarde die demonstratie zelf, het feit dat zij meedoet aan de demonstratie, niet als iets doen. Terwijl dat naar mijn idee toch is. Ik wil het in dit praatje hebben over wat sociale bewegingen, milieuorganisaties, de milieubeweging, kan doen tegen klimaatverandering. En dat wil ik dan koppelen aan iets wat in mijn analyse heel erg nauw samenhangt met elkaar. Dat strijden tegen klimaatverandering ook betekent de maatschappelijke en politieke status quo bestrijden. Want Natasja al zei, we leven in Nederland op het moment in een hele bijzondere tijd. Wie had nou een jaar geleden kunnen denken dat de CEO's van ING, de GasUnie en Schiphol het kabinet in wording bijna zouden smeken om een krachtig klimaatbeleid? Wie had kunnen voorspellen dat de voorzitter van de werkgeversorganisatie, VNO-NCW, erop zou aandringen dat het kabinet in wording heel duidelijk stelling zou nemen over toekomstige investeringen, bijvoorbeeld in windenergie? Betekent dat nou dat dat het Nederlandse bedrijfsleven plotseling is gezwicht en wil overgaan naar een maatschappelijk verantwoorde vorm van kapitalisme? Betekent dat nou dat bedrijf, dat dankzij de steun van deze bedrijven het nieuwe kabinet de ene na de andere groene wet door het parlement kan loodsen? Eén ding is zeker, de oproep van de werkgevers, van de ondernemers, is een breuk met een decennia lange praktijk waarin eigenlijk het idee was, politiek moet niet de maatschappij maken. Je kunt het reguleren van maatschappelijke vraagstukken, milieu, klimaat, kan je maar het beste aan de markt overlaten. Politiek moet zich daar zo weinig mogelijk mee bemoeien. En dan is natuurlijk de vraag, hoe kun je die ommekeer, die plotselinge ommekeer, verklaren? Volgens mij ligt het antwoord hierin. De onrust over klimaatverandering wordt steeds groter. Door het klimaatverdrag van 2015 worden fossiele energiebedrijven en ook hele andere economische sectoren rechtstreeks in hun bestaan bedreigd. En om te kunnen overleven en om een ondernemingsstrategie te kunnen ontwikkelen om het tij te keren, hebben zij een krachtig sturende overheid nodig. En dat doet dan weer denken, deed mij denken aan een periode wat langer geleden, periode 1965-1970... toen er ook allerlei maatschappelijke onrust was en bedrijven van de overheid ook om een krachtige en relatief progressieve wetgeving vroegen, al was het alleen maar om die maatschappelijke onrust te kanaliseren. Sociale bewegingsorganisaties, zoals de Milieubeweging en zoals Greenpeace en Vereniging Milieudefensie, die kunnen op allerlei verschillende manieren proberen om hun doelen te bereiken. Daarbij kun je natuurlijk in de eerste plaats denken aan zichtbare acties en actievormen zoals demonstraties. De klimaatmars van 29 april was daar een voorbeeld van, maar wat niet zoveel mensen misschien weten, is dat dat een onderdeel was van een mondiale campagne. Op die dag werd er in honderden steden overal in de wereld gedemonstreerd met als aanleiding het voorgenomen klimaatbeleid van Trump. En alleen al in Washington deden 300.000 mensen mee. 300.000 mensen mee aan die demonstratie. Die klimaatmarsen werden overigens niet alleen georganiseerd door milieugroepen. Ze werden ook gesteund door bijvoorbeeld in Nederland politieke partijen als de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Maar ook door vrouwengroepen, vakbewegingsorganisaties, derde wereldgroepen, mensenrechtengroepen. En dat geeft aan dat het klimaatprobleem een heleboel verschillende aspecten heeft, waar al die groepen zich bij betrokken voelen.
Het effect van demonstraties is natuurlijk nooit goed te meten. Maar zeker is wel dat mensen die meedoen laten zien dat ze zich politiek zorgen maken. Dat ze zich als burgers, als concerned citizens, zorgen maken om een maatschappelijke ontwikkeling. Demonstraties creëren ook een gevoel van solidariteit. Het politieke effect van demonstraties, dat is vaak op veel langere termijn zichtbaar. Maar ik wil bijvoorbeeld op wijzen dat zonder de acties, demonstraties van de milieubeweging in het verleden, Nederland er op dit moment compleet anders zou hebben uitgezien. Stel je maar voor, een ingepolderde Waddenzee, een heleboel kerncentrales, een tweede Schiphol, een vierbaans autoweg dwars door de Amsterdamse grachtengordel. Het zijn maar een paar voorbeelden van hele serieuze beleidsplannen die er toen waren en die mede door de milieubeweging zijn verhinderd. En ook nu geldt, als binnenkort de 5 overgebleven kolencentrales zouden worden gesloten, dan is dat voor een belangrijk deel te danken, mede te danken aan de acties van de milieubeweging. Behalve demonstraties organiseren en zichtbare acties voeren, zijn milieugroepen ook op allerlei manieren actief achter de schermen. Ze doen bijvoorbeeld gedetailleerd onderzoek naar de beleggingen van banken en pensioenfondsen in fossiele bedrijven en publiceren daarover. Ze overleggen eindeloos met bedrijven om hun productie duurzamer te maken. Ze lobbyen continu bij politici om een scherper milieu- en klimaatbeleid. Als binnenkort er een klimaatwet zou komen, en die kans is best groot, dan is dat ook weer voor een flink deel te danken aan de acties, het lobbyen van de milieubeweging. Een belangrijke activiteit van milieu- en klimaatbeweging die ik nog niet heb genoemd, en nu kom ik bij het neoliberalisme, dat heeft te maken met wat tegenwoordig framing wordt genoemd. Hoe definieer je een probleem en welke oplossingen kun je voor dat probleem bedenken? Dus als je kijkt naar klimaatverandering, door de steeds grotere uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, komt dat nou doordat er steeds meer mensen op de wereld wonen? Komt dat omdat we de beschikbare technieken niet voldoende benutten en niet genoeg nieuwe technieken bedenken? Of heeft het te maken met iets anders? Met de manier waarop onze politiek en ons economisch systeem is ingericht. Mijn stelling van vanmiddag is dat de milieu- en klimaatbeweging dat laatste wel wat sterker zou mogen benadrukken. Dat het strijden tegen klimaatverandering heel nauw verbonden is, of verbonden zou moeten zijn, met het attackeren van het neoliberalisme als maatschappelijke organisatievorm. Als we even afzien van klimaatbeleid van Trump, moet je constateren dat klimaatverandering in het algemeen eigenlijk weinig aanleiding geeft tot fundamentele politieke confrontaties. Bij iedereen is het erover eens dat klimaatverandering op den duur een bedreiging is voor onze veiligheid en onze welvaart. Maar de meeste politici, die ook degene die in Parijs aan de onderhandelingstafel zitten, die definiëren klimaatverandering als universeel lot dat de mensheid als totaliteit heeft getroffen en waar we dan ook met z'n allen aan moeten werken om dat tegen te gaan. Ze maken geen onderscheid tussen degene die klimaatverandering veroorzaken en degene die daar het slachtoffer van zijn. De favoriete manier om klimaatverandering te bestrijden is het inzetten en ontwikkelen van zoveel mogelijk steeds betere technieken en technologieën. Denk bijvoorbeeld aan elektrische auto's, aan ondergrondse opslag van CO2, aan het ontwikkelen van steeds betere vormen van zonne- en windenergie. En daarnaast is er in Parijs afgesproken dat alle landen hun uitstoot van broeikasgassen proberen terug te dringen. Maar die afspraken zijn juridisch niet afdwingbaar. Dat is de dominante manier om klimaatverandering aan te pakken. Geen misverstand. Zonder al die technieken
En zonder de afspraken die in Parijs zijn gemaakt, zouden er ontzettend veel meer broeikassen worden uitgestoten. En daarom zijn die technieken en die afspraken heel erg belangrijk. Maar waar het mij om gaat, is eigenlijk iets anders. Die technische oplossingen en die politieke afspraken, die verhullen de fundamentele tegenstellingen die ten grondslag liggen aan klimaatverandering. Klimaatverandering leidt nooit tot fundamentele politieke confrontaties over hoe je de maatschappij beter zou kunnen inrichten om klimaatverandering tegen te gaan. Omdat het gangbare neoliberale politieke denken volkomen dominant is geworden en eigenlijk geen ruimte laat om op een andere manier te denken over hoe je de maatschappij zou kunnen inrichten en op die manier klimaatverandering tegen te gaan. Het neoliberale kapitalisme presenteert zichzelf dan ook niet als een ideologie, wat het volgens mij is, maar als de enig zinvolle, enig objectieve manier om de werkelijkheid te definiëren en te interpreteren. En omdat dat neoliberale denken is doorgedrongen tot in alle poriën van de maatschappij, lijkt het alsof het neoliberale kapitalisme geen ideologie is, maar een natuurlijke, een vanzelfsprekende manier om de maatschappij in te richten. Iemand heeft wel eens gezegd dat de meeste mensen zich makkelijker het einde van de wereld kunnen voorstellen dan het einde van het kapitalisme. In mijn boek probeer ik te laten zien dat het neoliberalisme en het bijbehorende kapitalisme net zo goed een ideologie is. Een manier van denken en doen. En dat je daar andere manieren van denken en doen tegenover kunt stellen. Groen denken en doen bijvoorbeeld. Dan kan je je afvragen, hoe zie je dat nou in de praktijk terug? Waaruit blijkt in de praktijk de dominantie van dat neoliberalisme? Ik wil 5 kenmerken noemen en die verbinden met het onderwerp van vanmiddag, klimaatverandering. In de eerste plaats, en dat zal iedereen bekend voorkomen, kun je het neoliberalisme opvatten als een fase in het kapitalisme, waarin onbeperkte economische groei voorop staat en waarin het bedrijfsleven dat die groei realiseert zo weinig mogelijk in de weg moet worden gelegd. Vrijhandel, economische globalisering, het terugdringen van allerlei beperkende wet- en regelgeving, die moet ertoe leiden dat er zo goedkoop mogelijk wordt geproduceerd en daar wordt, dat is althans het denken, iedereen beter van. Er is veel te vertellen over de gevolgen voor het klimaat die dat economisch neoliberalisme met zich meebrengt. Je kunt denken aan de eindeloze mondiale transportstromen van producten die in China en andere lage lonen worden gemaakt en die vervolgens over de wereld worden vervoerd. En aan de eindeloze hoeveelheid broeikasgas die daardoor worden veroorzaakt. Je kunt ook denken aan de productie van palmolie en van soja en mais als veevoer, waar honderdduizenden hectare tropisch regenwoud zijn gekapt. Een tweede kenmerk van het neoliberalisme dat ik wil noemen, is dat het een door en door fossiele economie is, waarin bedrijven vaak meer macht hebben dan nationale staten. Dat die bedrijven nationale staten vaak zelfs hun wil kunnen opleggen. Van de 10 grootste ondernemingen ter wereld zijn er 5 actief op het terrein van olie en olieproducten. Dan kun je denken aan Shell, aan BP, maar ook aan de Chinese Nationale Aardoliemaatschappij. Bij elkaar alleen al hebben die 5 bedrijven een omzet, een jaaromzet, die 2 keer zo hoog is als het hele bruto nationaal product van Nederland. De macht van die bedrijven, die verbonden zijn met de fossiele economie, heeft ertoe geleid dat die economie op allerlei manieren, als het ware vanzelfsprekend, door nationale staten wordt gesteund en gesubsidieerd.
En die subsidies die kunnen allerlei vormen aannemen die niet zo heel vaak onderwerp zijn van publiek debat. Denk bijvoorbeeld aan het niet heffen van accijns op kerosine voor vliegtuigen, waardoor het zo ongelooflijk goedkoop is om in Europa en in Amerika heen en weer te vliegen. Denk aan het met overheidssteun openhouden van de bruinkoolmijnen in Duitsland. Denk aan subsidies voor ondergrondse opslag van CO2. Een vrijstelling van energiebelasting voor grote energieverbruikers zoals Tata Steel, AkzoNobel en DSM. En dan heb ik het nog niet over de indirecte subsidies, zoals het niet doorbreken van de kosten van milieu- en gezondheidseffecten die het gebruik van fossiele brandstoffen met zich meebrengt. Ik was verbijsterd door een recente studie van het IMF, waarin stond dat elk jaar 5300 miljard dollar wordt uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen. 5300 miljard dollar. Dat is 6,5% van het hele bruto product dat alle landen in de wereld met elkaar produceren. En dus nog meer dan de 6% dan al die landen bij elkaar uitgeven, bijvoorbeeld aan gezondheidszorg. Dus verzet tegen deze subsidies, dat zou naar mijn idee een belangrijk onderdeel moeten zijn van de acties van de milieubeweging. Een gevolg van die bijna onbeperkte macht van de olieindustrie en van andere multinationale bedrijven is dat de fossiele economie de wereld in een wurggreep heeft genomen. Dat noem ik het derde kenmerk van het neoliberalisme. Die wurggreep geldt voor een klein land zoals Nederland. Wat zouden we zijn zonder Shell en de Rotterdamse haven? Maar die geldt nog meer voor landen als Rusland en Saoedi-Arabië, die voor hun economisch overleven nog afhankelijker zijn van fossiele energie. In totaal zijn er op dit moment zo'n 25 landen die meer dan de helft van al hun exportinkomsten halen uit de uitvoer van olie en gas. Behalve Rusland en Saoedi-Arabië kan je daarbij denken aan bijvoorbeeld Iran, Nigeria en Soedan. En voor al die landen geldt het Parijse klimaatakkoord als een essentiële bedreiging. Een vierde kenmerk van dat neoliberalisme, wat ik wil noemen, heeft te maken met de plaats en de rol van de overheid, zowel nationaal als internationaal. Een van de grootste successen van de neoliberale ideologie is het idee dat de ontwikkeling en de vormgeving van de maatschappij moet worden overgelaten aan de markt en niet aan de politiek. Een te grote rol van de overheid, zowel nationaal als transnationaal, Europese Unie, Verenigde Naties, is in het populaire denken bijna synoniem aan vertraging en stroperige besluitvorming. En het gevolg is bijvoorbeeld dat overheidsplanning een bijna besmet woord is geworden. In mijn boek betoog ik dat een krachtige overheidsplanning juist onmisbaar is om verdere klimaatverandering te voorkomen en om de gevolgen van klimaatverandering die er al zijn in goede banen te leiden. En dat betekent ook een heel andere visie op de rol van de nationale overheid en van de Europese Unie dan de neoliberale visie die op dit moment dominant is. Een laatste kenmerk dan van het neoliberalisme heeft te maken met de rol van burgers. Als in opinieonderzoeken aan mensen wordt gevraagd wat zij nou kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan, krijg je altijd dezelfde antwoorden. Zonnepanelen plaatsen, groene producten kopen, minder met de auto rijden. Dat zijn allemaal uitermate zinvolle acties, maar het zijn wel individuele activiteiten. Zelden of nooit hebben de respondenten het over meedoen aan collectieve acties, het ondertekenen van een petitie of het stemmen op groene partijen. Mensen antwoorden zoals de industrie het graag ziet, als consumenten, niet als burgers. En daarmee wordt de ideologie versterkt dat het klimaatprobleem primair een zaak is van individuele consumentenkeuzes en niet van structuurhervormende maatschappelijke acties. Hiervoor heb ik aangegeven waarom het neoliberalisme als economische, politiek en ideologisch systeem naar mijn idee de belangrijkste vijand is van het klimaat. Als neoliberalisme deel is van de oorzaak van het probleem, dan ligt het niet voor de hand
om oplossingen te zoeken binnen datzelfde neoliberale denkkader. In mijn boek presenteer ik daarom een aantal oplossingen die een duidelijk alternatief zijn voor het neoliberale denken en doen. Economische oplossingen die te maken hebben met het ontmantelen van de macht van bedrijven die de fossiele economie in stand houden. Met deglobalisering. Met het ontwikkelen van een circulaire, niet primair op economische groei gerichte economie. Politieke oplossingen die van consumerende kiezers weer politieke burgers maken. En tenslotte structuurveranderende oplossingen, waarin bijvoorbeeld de Europese Unie fundamenteel wordt hervormd. De tijd ontbreekt nu natuurlijk om daar verder op in te gaan, maar het is de bedoeling van mijn boek om te laten zien dat, een andere organisatie van de maatschappij dan de huidige neoliberale, klimaatveranderende samenleving mogelijk is. En dat milieugroepen en groene partijen een cruciale rol kunnen spelen om zo'n maatschappij dichterbij te brengen. Dank u wel. Alsjeblieft. Voor wie heb je dit boek eigenlijk? Voor wie heeft u, dit boek eigenlijk geschreven? Vroeg ik mij af. Ik heb jarenlang wetenschappelijke artikelen in het Engels geschreven die door misschien 40 mensen werden gelezen. ik wilde mijn werk aan de UvA afronden met een boek wat tegelijkertijd voor politicologische vakgenoten interessant was, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp waar het over gaat. En niet in het minst voor milieugroepen en de hele linkse milieubeweging in Nederland. Ja, dat is misschien wel de duidelijkste adressant van uw boek, denk ik, hè? De milieubeweging. U heeft echt suggesties voor wat zij moeten met het gedachte. Ja, ik heb heel veel onderzoek gedaan aan de milieubeweging en ben daar ook emotioneel echt bij betrokken. Ik heb geprobeerd mijn steentje bij te dragen om die beweging verder te brengen. En we schetsen net de context, hè, waar de van vandaag, de formerende partijen in Den Haag. Wat is nou uw belangrijkste advies aan die milieubeweging als u dit gedachtegoed, wat u in dit boek beschrijft, toepast op hun handelen? Wat moeten ze dan nu doen? Dat is een strategievraag, hè? Dat is correct, meneer Hoogleraar. Ik denk dat het... ik denk nu, en daar heb ik een tijdje over gedaan om tot de conclusie te komen, dat het goed is voor GroenLinks om mee te gaan doen aan het kabinet. Okay. Dat is één. Okay. Natuurlijk, daaruit volgt dat ze moeten proberen, dat GroenLinks moet proberen om daarin zoveel mogelijk van hun doelstellingen tot uiting te brengen. En dat de Milieubeweging en ook de Partij voor de Dieren, die waarschijnlijk niet gaat meedoen aan het kabinet, moet proberen om GroenLinks op hun beurt daar heel scherp in te houden. En dat GroenLinks ook niet tot elke prijs moet meedoen, maar dat spreekt voor zich. Ja, en u zegt, daar heb ik lang over gedaan. U heeft dat inzicht pas kort, dat GroenLinks toch moet meereageren? Een paar weken. Een paar weken pas? Ja. Echt waar? Ja. Wat was een paar weken geleden, voordat u dat inzicht kreeg, wat was toen de gedachte? Waarom zou GroenLinks iets kunnen bereiken met partijen als de VVD en CDA samen? Interessant. En waarom denkt u na deze paar weken dat toch het geval zou kunnen zijn? Omdat het maatschappelijke momentum daar is. Echt? Ja. En dat komt door Spitsbergen, CEO's, dat soort dingen? Dat mede daardoor, maar ook door Trump. Door het feit dat Trump zoveel verzet heeft gegenereerd. Dat eigenlijk alleen maar in het voordeel van de klimaatbeweging werkt. En in het voordeel van degene die vinden dat er nu iets moet gebeuren. Je zegt Trump maakt het mogelijk dat GroenLinks volgens u nu moet regeren. Die redenering kan je volgen. Ja? Interessant. En dan zegt u tegen de milieubeweging, want dat was mijn vraag, wat is uw boodschap aan de milieubeweging? Hou dan GroenLinks scherp en volg het kritisch. Dat is dan hun rol. Ja. Wat zouden bedrijven moeten met de inzichten die u in dit boek deelt? Zoveel mogelijk doorgaan met het ontwikkelen van duurzamere productiemethoden en duurzamere producten. Uh-huh. Vervolgens
degene in het bedrijf die zich werkelijk iets gelegen laten liggen aan de klimaatverandering en die niet alleen maar doen aan greenwashing, proberen om hun positie te versterken. Goed. Is het neoliberalisme, even voor de, ik ga het straks ook nog aan de andere hooggeleerde, in dit geval dame, aan de tafel vragen. Maar u houdt nu in uw keynote net neoliberalisme en kapitalisme. Gebruikt u die inwisselbaar, klopt dat? Nee. Ik heb het over het neoliberale kapitalisme. En dat is de huidige vorm van het kapitalisme. En daar ging een andere vorm aan vooraf. Precies, er zijn ook andere vormen van kapitalisme mogelijk. Ja. Waar u eigenlijk een pleidooi voor doet. U zegt niet, schaf het kapitalisme af. Ik heb bewust meegemaakt de periode van de Keynesiaanse verzorgingsstaat. En een periode waarin politiek veel actiever en veel directiever met de economie omging. En die fase van het kapitalisme vond ik verre te verkiezen boven de fase van nu. Is dat een antwoord op mijn vraag? Nee. Nee. Zullen we het dan toch nog een keer proberen? Ja. Nee, ik ga niet zeggen, schaf het kapitalisme af. Nee, dat hoopte ik natuurlijk. Ja. Goed. Dit boek, uw fantastische denken heeft dat geland is in dat boek, is de aanleiding van dit symposium. Wat hoopt u? Dat veel mensen gaan denken op de manier zoals ik in het boek probeer uit te leggen. Nou, we gaan kijken of in ieder geval een aantal mensen van de milieubeweging zit zo aan tafel, wat zij vinden. U blijft hier zitten als een soort geweten. Dan verzoek ik dat u hier gaat zitten, zodat ik oogcontact met u kan houden. Als u dan heel boos kijkt, dan weet ik dat ik naar u toe ga komen met de microfoon. Gaan wij ruilen? Ja, en dan vraag ik nu, voordat ik het panel zal vragen om op het podium te zitten, vraag ik eerst om een reactie en een column. Die zal worden uitgesproken door een journalist van de Groene Amsterdammer, die veel schrijft over klimaat. Verandering, maatschappelijke bewegingen. Hij studeerde internationale betrekkingen en filosofie. En geef hem een warm welkom, Jaap Tielbeke. Ja, ik weet niet of jullie het al gehoord hebben, maar er waait een frisse wind door de milieubeweging. Aangewakkerd door een club groene dwarsdenkers die heilige huisjes omverschopt en wars is van dogma's. Ze zijn optimistisch over de toekomst en presenteren pragmatische oplossingen voor overkomelijke problemen. Ze noemen zichzelf ecomodernisten. Zoals dat vaker gaat met dit soort buzzwoorden, kwam het ecomodernisme overwaaien uit de Verenigde Staten. Waar nieuwe lichting natuurliefhebbers en milieubeschermers in 2015 met veel aplomp een manifest presenteerden voor een duurzame toekomst. De afgelopen weken was er ook in ons land veel aandacht voor de stroming. Aanleiding was de lancering van een bundel waarin een zevental Nederlandse ecomodernisten het nieuwe denken over groen en groei uit de doeken doet. Het sleutelwoord is ontkoppeling. De mens ontkoppelen van de natuur. En economische groei ontkoppelen van ecologische impact. Want ecomodernisten willen meer, niet minder. Meer groei, meer energie, meer consumptie en meer kolencentrales in Afrika. Alleen de subsidie naar zon- en windenergie mag wel wat minder. De bundeling leest als een soort omkering van Naomi Klein's This Changes Everything. Voor de Canadese schrijver en activisten is klimaatverandering aanleiding om de fundamenten van onze maatschappij en economie eens kritisch tegen het licht te houden. Om de planeet leefbaar te houden, schrijft zij, moet het systeem op de schop. Niets van dit alles bij de ecomodernisten. Klimaatverandering is wel een probleem, maar niet het probleem, stellen zij. De mens heeft wel eens eerder voor grote uitdagingen gestaan en telkens bracht onze vindingrijkheid soelaas. Dus laten we vooral niet dagdromen over een radicale koerswijziging. This doesn't change anything. Ik sloeg het boek van Heinante van Heijden nog eens open. De programmapunten van de ecomodernisten kwamen me zo bekend voor. Was dit werkelijk de revolutionaire doorbraak in het groene denken? Op pagina 22 vond ik wat ik zocht. Daar schrijft Van der Heijden over ecologische modernisering. Een begrip dat al gemunt werd voordat ik geboren was. Ik citeer. Met ecologische modernisering wordt bedoeld het geheel van ideeën en praktijken, het discours dat weliswaar het structurele karakter van klimaatverandering en andere milieuproblemen erkent, maar dat er niettemin van uitgaat dat de bestaande politieke en maatschappelijke instituties de zorg voor het klimaat en milieu kunnen verinnerlijken. Alsof Van der Heijden in één academische zin het gedachtegoed van de ecomodernist had samengevat.
Als je de ecomodernisten zo bezig hoort, zou je denken dat het dappere outsiders zijn, die het dominante denken bevechten. Maar niets is minder waar. Hun denkbeelden zijn alomtegenwoordig. Het werd vertolkt door premier Rutte toen hij afgelopen maart in het verkiezingsdebat tegenover Gert-Jan Segers stond. Groen is goed, zei hij tegen de lijsttrekker van de ChristenUnie. Maar u moet er geen links verhaal van maken. In de ogen van onze premier is klimaatverandering geen kwestie van politiek, maar een soort managementvraagstuk. Een beetje innoveren, een beetje inzet op het bedrijfsleven, dan loopt het wel los. Klimaatverandering is vooral een business opportunity. Of wat te denken van de grensoverleggende oplossingen van de ecomodernisten. Een duurzame toekomst, stellen zij, kan alleen met kernenergie, intensieve landbouw en urbanisering. Laat dat nou net de oplossingen zijn waar beleidsmakers al jarenlang mee weglopen. Er zijn op dit moment 60 nieuwe kernreactoren in aanbouw. Er wordt volop ingezet op grootschalige agricultuur. En overal over de hele wereld trekken mensen en masse naar de stad. Ook breken ecomodernisten een lans voor groene groei, alsof het een controversieel standpunt zou zijn. De waarheid is precies omgekeerd. Juist degenen die voorzichtig suggereren dat er wellicht grenzen aan de groei zijn, worden weggelachen uit parlementen en boardrooms. People, planet en profit, dat is het mantra vandaag de dag. Hoe kan het dan dat de ecomodernisten zich weten te profileren als een fris tegengeluid? Hun ideeën zijn immers niet nieuw. Waarom lijkt het alsof zij breken met de status quo, terwijl zij in feite de status quo vertegenwoordigen? Het antwoord is simpel. Ze hanteren een doeltreffende tactiek. Ze identificeren een tegenstander om die vervolgens genadeloos aan te vallen. Maar voor ecomodernisten is de tegenstander niet de fossiele industrie of lakse politici. Nee, het is de milieubeweging zelf. Daarbij schuwen ze de karikatuur niet. De milieubeweging, dat is een ouderwetse bende, vastgeroest in een achterhaalde ideologie. Milieuactivisten zijn zuurpruimen, types die met een belerend vingertje hun buurman vertellen dat zijn gloednieuwe BMW een vervuilende benzineslurper is. En die vleeseters zien als moreel minderwaardige mensen. Deze groene goodmenschen in geitenwolle sokken, dat zijn de ware vijanden van de vooruitgang, volgens ecomodernisten. Waar de ecomodernisten hun tegenstanders wegzetten als een homogene groep dogmatici, presenteren ze zichzelf als een divers gezelschap. Zij zijn neutrale wetenschappers zonder een politieke agenda. Ze hebben weliswaar een gezamenlijke beginselverklaring geschreven, maar dat betekent niet dat ze het over alles eens zijn. Maar waar ze het wel over eens zijn naar eigen zeggen, is dat ze een open zoektocht naar werkbare oplossingen. Dat klinkt heel sympathiek. Wie kan daar nou bezwaar tegen hebben? Iedereen moet toch openstaan voor rationele argumenten en bereid zijn haar wereldbeeld bij te schaven? Dat is precies wat er volgens ecomodernisten mis is met de Groene Kerk. Ze wordt verblind door ideologie. In zijn boek schrijft Van der Heijden dat het neoliberalisme een ideologie is die zijn eigen ideologische gehalte ontkent. Zo is het ook voor de ecomodernisten. Voor ieder heilig huisje dat ze omver schoppen, bouwen ze zelf een nieuwe op. Of nou ja, eigenlijk staan die huizen al decennia lang vier overeind. Het is geworteld in een naïef vooruitgangsgeloof met techno-optimisme als drijvende kracht. Een journalist wordt, net als een academicus, geacht om een specialisme te hebben. Best wel problematisch voor iemand zoals ik, die nogal een breed interessegebied heeft. De afgelopen jaren schreef ik over een trits aan onderwerpen. Van het verzet tegen TTIP tot nieuwe vormen van democratie. Van het Europese emissiehandelssysteem tot de ideeën van een politiek filosoof als Chantal Mouffe. Ergens had ik het gevoel dat er wel een rode draad in zat. Maar als iemand me dan vroeg wat mijn expertise precies was, dan stond ik vaak met een mond vol tanden. Klimaatverandering, democratische vernieuwing, sociale bewegingen, dat soort dingen, prevelde ik dan. Het lezen van het boek van Van der Heijden was wat dat betreft een geruststellende aanmoediging. Al deze ogenschijnlijk uiteenlopende onderwerpen kwamen bij hen samen in een coherent en overtuigend verhaal. En juist die holistische benadering maakt zijn analyse zo vruchtbaar. Het stelt je in staat verbanden te zien tussen politiek, economie, ideologie en de alsmaar groeiende klimaatproblematiek. Dat is precies waar het aan schort bij de ecomodernisten. Bij hen geen woord over economische ongelijkheid of macht. Ja, ze willen armoede bestrijden, maar dat moet met kolencentrales in plaats van de verdeling van welvaart. Tevreden tonen ze dat in welvarende westerse landen de ontbossing en luchtvervuiling is afgenomen, maar vergeten gemakshalve te vermelden dat we dit soort vervuilende activiteiten in een geglobaliseerde economie nu eenmaal uitbesteden aan ontwikkelingslanden. De aandacht voor het ecomodernisme is niet zo verwonderlijk. Ik vermoed dat we nog veel van ze gaan horen de komende tijd. Ze verkondigen een aantrekkelijke, optimistische boodschap.
Een welkom tegengif voor alle doemscenario's en berichten over smeltende ijskappen en stijgende temperaturen. Maar laat je niet misleiden door de modieuze, modernistische sluier. Het is oude wijn in nieuwe zakken. De echte dwarsdenkers zijn degenen die helemaal geen pragmatische oplossingen hebben. Het zijn de actievoerders die fossiele reuzen als Shell als vijand zien. De dagdromers die tijdens de klimaatmars met system change, not climate change, op hun spandoeken lopen. Of politici die niet meegaan in de valse tegenstelling tussen armoedebestrijding en klimaatbeleid, maar vechten voor climate justice. Misschien is het wel een positief teken dat de ecomodernisten zich roeren. Misschien is het een teken dat de ecologische moderniteit in de verdediging wordt gedrongen en dat een alternatief geluid steeds krachtiger wordt. Een verhaal dat wel oog heeft voor de keerzijde van de moderniteit. Misschien zien steeds meer mensen in dat de ontwrichting van het klimaat niet zomaar een geïsoleerd probleempje is, maar een aanleiding om na te denken over een andere inrichting van onze maatschappij en economie. Een betere wereld zelfs. Misschien, het zou kunnen, maar misschien ben ik ook gewoon een tegendraadse optimist. Dankjewel. Ja, Tielbeker. Dankjewel. Jij neemt plaats op de bank bij Hein Anton. Fijn toch als een hoogleraar die met emeritaat gaat. Nu weet je het. Je bent gewoon tegen het neoliberalisme. Ja, dat blijkt wel. Heel goed. Fijn. We gaan naar het panelgesprek. En daarvoor hebben we 4 sprekers die hier zullen plaatsnemen. Met hen bespreek ik het denken tot nu toe en nog wat. En jullie voel vrij om je ermee te bemoeien als je vindt dat het de verkeerde kant op gaat. Goed, de eerste die ik heel graag aan tafel vraag is hoogleraar politicologie, in het bijzonder internationale betrekkingen. Haar onderzoek richt zich op transnationaal activisme binnen sociale bewegingen en NGO's, internationale tribunalen, human security, menselijke veiligheid en autoritaire regimes. Geef haar een warm welkom. Marlies Glaasjes. De tweede persoon is net al geadresseerd door Hein Anton. Het is namelijk een volksvertegenwoordiger namens de Partij van de Dieren sinds 23 maart. Een jong Kamerlid dus. De heer Wassenberg, hij was daarvoor medewerker van Sophie Vereniging tot Bescherming van de Dieren. En hij is nu Kamerlid. Welkom. Kan de microfoon zit los? Kan er even iemand komen? Die kan dan het regelen dat goed gaat komen. En dan zei ik net al in het gesprek met Hein Anton dat de duidelijkste adressant van dit boek toch de milieubeweging is. En gelukkig zijn hier 2 prominente vertegenwoordigers van die milieubeweging. Aan de ene kant Joris Thijssen, hij is directeur bij Greenpeace, was al vrijwilliger tijdens zijn studie, werd toen campagneleider tegen kernenergie en eerst nog adviseur van Greenpeace in China en nu is hij programmadirecteur, of nee, algemeen directeur denk ik nu. Hè. Geef hem een warm welkom, Joris Thijssen. Heel leuk. En zijn counterpart is ook al erg lang bezig in de milieubeweging. Hij werkte eerst bij Milieudefensie, ging toen naar de zusterorganisatie WNF. Toen naar de internationale zusje daar weer van WWF. En is nu terug als directeur van datzelfde Milieudefensie. Geef hem een warm welkom, Donald Pols. Goed, dames en heren. Eerst maar eens even een korte reflectie op wat Hein Anton heeft gezegd. Even checken. Hebben jullie het boek allemaal even in jullie handen gehad en doorgebladerd? Ja? Oké. Zijn er dingen waar je het nu al mee oneens bent? Even wat er tot nu toe gezegd is. Is er iemand hier aan tafel die zegt... Ik wel. Ja? Ja, ja, wat goed. Een beetje wel. Ik ben het met heel veel dingen in het boek ontzettend eens. Wat minder met de titel en ook iets waar Hein Anton nu net in de uitleg heel erg de nadruk op legde. Namelijk het neoliberalisme als het grote probleem waar je als iemand die voor het bestrijden van klimaatverandering is tegen moet zijn. Ik word altijd een beetje allergisch als het neoliberalisme het probleem wordt. Ja. Omdat het zo'n grote, vage, veelomvattende term is. Die bovendien alleen wordt gebruikt door tegenstanders van het neoliberalisme. En naargelang het ons uitkomt, betekent dat soms individuele verantwoordelijkheid voor collectieve solidariteit. Soms betekent het marktwerking voor staatsregulering. Soms betekent het dat we geïnteresseerd zijn in output-indicatoren. Dus
Ik vind dat een te vage term. Je zegt wetenschappelijk onacceptabel, te vaag. Je kan er alles in. Ik vind het negendruk ook activistisch onacceptabel. Onacceptabel. Ik vind als je een vijandbeeld wil hebben, als je strategie wil ontwikkelen, dan moet het niet tegen het neoliberalisme zijn. Ik ben benieuwd wat de organisaties daarvan vinden. Dat is volgens mij een te breed iets. Daar moet ik meteen bij zeggen, in het boek geeft Hein Anton haar fijn aan, bij naam en toenaam, welke bedrijven op welke manier een probleem zijn met betrekking tot klimaatverandering. Dus het wordt wel degelijk heel precies uitgespeld op strategische maar manier. Maar de notie dat er zoiets is als een ideologie die zichzelf niet tot ideologie definieert, het neoliberalisme. Eén ideologie. Ja, dat ergert jou. Ik vind het te vaag, te gemakkelijk. Okay. Ja. Wil een van jullie erop reageren? Of was het juist een... Hoe heb u het boek gelezen, meneer Pols? Sorry, ik ga foevereren. Ik begrijp de kritiek wel, want het nieuwe liberalisme is natuurlijk heel breed. Wat ik er in ieder geval zelf in herkent, en in dat opzicht ben ik een welwillende lezer, is een politiek-economisch organisatiemodel waarin de winst gecentraliseerd, winst en macht gecentraliseerd wordt en de kosten geëxternaliseerd. In termen van klimaatverandering, de winsten van de fossiele industrie, van kolencentrales, oliewinning, auto, die wordt gecentraliseerd in de handen van de aandeelhouders van grote bedrijven. En de kosten, CO2, die wordt geëxternaliseerd naar de samenleving. Als dat nieuw liberalisme is, dan zie ik dat wel als een systematische fout die wij moeten aanpakken, omdat dat wel de aanjager is van klimaatverandering. En het is belangrijk, denk ik, dat er een boek als deze verschijnt, omdat zeker in de milieubeweging en in een maatschappelijk debat zijn wij geneigd om het probleem te zien als gassen. CO2, methaan, andere vormen van broeikasgassen. En als je alleen maar let op de gassen, dan loop je de risico dat je niet de aandacht gaat vestigen op de echte oplossingen. En ik denk dat de geschiedenis van de internationale klimaatonderhandelingen daar een illustratie van geeft. Wat? Wij zijn al 23 jaar lang aan het onderhandelen en de CO2 is nog steeds niet gedaald. Een enige vorm van menselijke organisatie zou je op een gegeven moment gaan zeggen, na ongeveer 10 of 15 jaar, is het niet een keer tijd om te gaan nadenken van is dit wel de goede aanpak? Ja. En dat is natuurlijk omdat de internationale klimaatonderhandelingen zich focussen op CO2. We moeten niet tot een technisch probleem van uitstoot maken, zeg jij. We moeten het breder, we moeten kijken naar hoe de economie geordend is. Eens? Ja, daar ben ik het erg mee eens. En ik kan ook heel veel met de punten die worden genoemd in het boek. Kijk, over dat neoliberalisme, het is heel duidelijk een argument wat je rond hoort komen. En als je dan op een gegeven moment echt denkt, nou, nu komen we ergens, dan krijg je weer te horen, ja, nee, maar je moet niet te veel regels opwerpen, want dat is internationale concurrentiepositie, dat is lastig en moeilijk en Nederland prijst zich uit de markt. En terwijl, je kunt je ook echt afvragen, zitten we nou inderdaad in zo'n hele liberale samenleving? Als ik net het voorbeeld hoor dat er 5300 miljard aan fossiele subsidies zijn in de wereld, zo neoliberaal zijn we helemaal niet. Dat heb je helemaal niet nu voor het eerst gehoord. Dat heb ik helemaal niet voor het eerst gehoord. Maar wat ik wel wil zeggen daarmee is dat... Wat ik wel wil zeggen daarmee is dat de gevestigde belangen, de fossiele bedrijven die op dit moment het grootste aandeel van de economie vormen, die zijn hun belangen gewoon aan het verdedigen. En die zijn gewoon aan het zorgen dat zij hier en daar, nou, je kan het niet meer toucheren noemen, maar dat de miljarden hun kant op stromen, zodat hun business as usual door kan gaan. Dus de economie, het kapitalisme op dit moment is helemaal niet zo liberaal, want het is helemaal niet laissez-faire. De staat grijpt overal in, op allerlei manieren. We moeten nou alleen ervoor zorgen dat de overheid op een betere manier gaat ingrijpen. En daarvoor vind ik het wel dat het boek een aantal hele goede strategieën aanreikt. Gaan we het zo wat langer over hebben. Oh, goed, jammer. Dag. Ik wil nog even voor dit soort introductie even checken. Meneer Wassenberg, de Partij van de Dieren lijkt wel iets te kunnen met de term neoliberalisme. Of zegt u, nee, dat vinden wij ook een ingewikkelde problematische term. Nee, ik denk de analyse, ik heb het boek echt met instemming gelezen. Ik was eigenlijk op één gebied was ik wel oneens. Want de heer Van der Heijden heeft toch zijn hoop gevestigd op een instituut als de Europese Unie. Ja, maar ik denk maar ja, dat juist deel van het probleem is. Want ik denk dat de neoliberalisme diep, diep, diep doorgedrongen
doorgedrongen is, deel uitmaakt van die Europese Unie. En als je gaat kijken waar de Europese Unie op gericht is, dan is het toch gericht op economische groei, gericht op meer efficiëntie. Daar kan ik een heel klein voorbeeld van geven. Dan ga ik iets buiten het milieugebied. En ik ben van oorsprong bioloog. En ik heb als dierenbeschermer gewerkt. Ik geef er één voorbeeld van dat wel een relatie heeft met dit onderwerp. Als je gaat kijken naar proefdieren, er is proefdierwetgeving in Europa, maar die is niet om dieren te helpen, maar die is om het bedrijfsleven te helpen. Het is gezegd, alle lidstaten moeten ongeveer dezelfde dierenbescherming als het gaat om proefdieren, want dan voorkom je dat de ene lidstaat strenge regels heeft dan de andere. Dat heeft als gevolg dat op het moment dat in Nederland en een Nederlandse Tweede Kamer besluit dat wij de boel moeten aanscherpen, de EU zegt, nee, wacht eens even, dat kan niet. Want we hebben namelijk een bepaald level, een bepaald niveau. En daar mag je niet boven gaan zitten, daar mag je niks bovenop doen. Ja. Want dan benadeel je bedrijfsleven. Nee, dat deze Europese Unie, dus u zegt, deze Europese Unie is een manifestatie van vrije markt, wel, de macht van bedrijven. Dat is wel de Europese Unie waar we mee te maken hebben. We kunnen zeggen, nou, we willen dat Europa zou zoveel kunnen betekenen op het gebied van milieu. Daar zijn we het helemaal mee eens. Dat is ook het Europa wat wij willen hebben. Maar dat Europa is er niet. En voorlopig zie ik ook niet dat Europa er snel gaat komen. Goed. Ik wou met jullie permissie richting de sociale bewegingen gaan. Want dat is toch een belangrijk onderdeel van het denken en het werk wat Hein Anton heeft gedaan de afgelopen meer dan 35 jaar. Twee korte dingen zeggen. Oh nee, wil je nu al ingrijpen? Oké, nou. Kom maar. Graag. Ook echt kort hoor. Het belang van het term neoliberalisme, denk ik, dat het een overkoepelend begrip is, dat het een economisch, een politiek en een ideologisch systeem is en dat het, denk ik, zinvol is, onthullend is, wanneer je die sferen met elkaar in verband ziet. En ik ben het onmiddellijk eens met Jaap Tielbeek als je zegt, het is een holistisch begrip en je kunt er misschien in de praktijk bij concrete acties niet zoveel mee, maar ik denk wel dat het het overkoepelende referentiekader zou kunnen zijn. Dat is één. Dan nog een heel korte reactie op wat meneer Wassenberg zegt. Ik ben het ook met je eens. De Europese Unie zoals die nu is, functioneert natuurlijk voor geen meter. En ik pleit ook alleen maar voor een Europese Unie die heel fundamenteel hervormd is. Omdat ik denk dat het nationale niveau de grote problemen zoals klimaatverandering niet kan oplossen. Daar heb je een hele sterke EU voor nodig. Ja. Die tweede opmerking was natuurlijk een hele evidente. En die eerste is een mooie reactie op u. Er is zoiets nodig om dit te kunnen analyseren waarom klimaatverandering eigenlijk niet effectief wordt aangepakt. Heb je een begrip nodig wat de domeinen economie, politiek en ideologie met elkaar verbinden? Dat is eigenlijk de analyse. Dus anders wordt het een technische oplossing of een oplossing van de markt of een politieke oplossing. Maar dit is een geïntegreerde oplossing. Ja, ik ben dan toch veel enthousiaster over het empirische deel van Hein Antons boek, waarin hij ook echt laat zien, kijk, dit is waar de ING in investeert en dit is waar het terechtkomt en dit is wat de Nederlandse overheid er niet aan doet enzovoorts. Okay. Dan dat labeltje dat naar mijn smaak te vaak gebruikt wordt. Als we nou kijken naar jullie taak volgens Hein Anton en de oproep die hij doet aan de milieubeweging, wat vinden jullie daarvan? Ik ben het helemaal met hem eens. De beuker in. Wat betekent dat de beuker in? Nou ja, kijk, hoe ik het boek lees, wat ik allemaal in lees, is... ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er een sociale beweging komt die heel sterk is en die eist van de machthebbers dat dit probleem wordt opgelost. Omdat het zo groot en urgent is. En de milieubeweging heeft natuurlijk hele mooie successen geboekt door dat ook te doen. Op allerlei verschillende manieren, met allerlei verschillende soorten sociale beweging. Dus om een paar voorbeelden te noemen. In de jaren 80 werd er kernafval gedumpt in de zee. Dan zijn wij als Greenpeace ondergaan varen met bootjes. Toen had de hele wereld zoiets van, ja, dat is debiel. Dat moet je niet doen. Ja. En 2 jaar later hadden we een verdrag dat het verboden was. Dat is een voorbeeld waarin je ziet dat, nou, misschien niet een beweging, maar in ieder geval wel een sociaal denken waarvan mensen zeggen, ja, dat willen we niet. Daar doen we wat aan. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, vorig jaar in mei hebben we de geheime documenten van TTIP gelekt. En hebben we laten zien, kijk, wie hier aan tafel zit is niet de milieubeweging, is niet de burger. Dit is vrijhandel voor de maximalisatie van een paar bedrijven. En je ziet meteen dat, nou ja, eigenlijk zijn die TTIP-onderhandelingen mede daardoor gewoon en door Trump, op slot gegaan. Dit was wel voor Trump hoor. Ja, dat klopt, maar het hielp toch echt wel. Dat is waar. En
Maar Hein Anton laat natuurlijk zien dat klimaatverandering, waarom het zo ingewikkeld is voor klimaatverandering, is die complexiteit van en dat hij het economische systeem die klimaatverandering veroorzaakt. Dus dat je als sociale beweging ook een soort veel grotere integrale beuker in aanval moet formuleren. Voel je je daartoe geroepen als Greenpeace? Hebben jullie het daarover? Ja, daar hebben we het over. En dat is een beetje van wat jij ook zegt. Kijk, ik kan de aanval openen op het neoliberalisme. Want ik weet dat als we dat systeem veranderen, dat dat heel erg gaat helpen om klimaatverandering te stoppen. De vraag is een beetje of ik me die luxe kan veroorloven. Want we hebben nog 5 jaar om die CO2 te laten dalen en dan moet die heel snel naar nul. Dus ik kan niet 10 jaar doen over een system change, waarvan ik niet zeker weet of die dan gaat lukken. Dus ja, als ik de kans krijg, dan val ik TTIP aan en dan zeg ik de vrijhandel, de ongebreidelde vrijhandel, zonder dat er rekening mee wordt gehouden met mens en milieu. Daar sta ik voor en dat lekken wij nu. Maar tegelijkertijd, als er plannen worden gemaakt om bijvoorbeeld te zorgen dat de salderingsregeling in Nederland op peil blijft, dat we gewoon zonnepanelen op ons dak kunnen leggen en dat we dat geld binnen een aantal jaren terugverdienen. Zou je dat niet laten? Dan ga ik aan tafel en dan regel ik dat. Donald Vos, leidt het lezen van het boek nog tot een verandering in het denken over wat Milieudefensie moet doen de komende maanden? Ik zie dat meer als een bevestiging van onze strategie. Wij vinden dat de antwoord op klimaatverandering is een radicale democratisering van de economie. En dat betekent die maatregelen die je kiest moeten bijdragen aan de democratisering. Zo, wij leggen iets minder de nadruk op CO2-reductie en meer op strategieën die ervoor zorgen dat bedrijven onder de controle van de burger komt, van de samenleving. Ik geef een voorbeeld waar de multinationals, gesteund door de Nederlandse politiek, ernaar streeft om de handel vrij te maken, om alle regels die aan hun opgelegd worden door de samenleving, om ervoor te zorgen dat zij bijdragen aan maatschappelijke groei en welvaart. Dat willen ze van zich afwerpen. Hebben wij met Greenpeace campagne gevoerd tegen TTIP. Maar wij hebben ook een rechtszaak aangespannen tegen Shell. Dat heeft ons 10 jaar en 1 miljoen euro gekost. En de uitslag van, of de doel van de rechtszaak was om te zorgen dat Shell en zijn activiteiten in ontwikkelingslanden zich aan de Nederlandse rechter moet verantwoorden. Want in een ontwikkelingsland is Shell eigenlijk groter, economisch gezien, dan de land waar ze opereren. Die rechtszaak hebben we gewonnen. Dat is een voorbeeld van een type strategie die je kan kiezen. Een andere is dat je zorgt dat bij klimaatmaatregelen, waar nu een informatie over onderhandeld wordt, dat je zegt van geef de burger een centrale plaats. En om dat een beetje te illustreren, momenteel VNO heeft een voorstel gedaan die zei jullie hebben een probleem als samenleving, klimaatverandering, geef ons 200 miljard euro. En wie moet dit geld geven? Wij, belastingbetalers. Geef ons 200 miljard euro en wij lossen dat probleem voor jullie op. Wij zeggen, dat is heel veel geld. Wij willen in ieder geval van tevoren weten dat wij garanties hebben dat jullie dat goed gaan investeren. En ten tweede, wij pleiten ervoor om te zorgen dat een substantieel deel van dat geld bij de burger terechtkomt. Dat burgers zonnepanelen op hun daken kunnen zetten. Dat burgers hun huizen kunnen isoleren. Dat burgers kunnen participeren in windmolencoöperaties. Dus een fundamenteel andere kijk naar hoe je klimaatbeleid vorm kan geven. Meneer Wassenberg en mevrouw Glaasjes kijken mij beide aan. Mag ik reageren? Dus, meneer Wassenberg was eerder. Ja, ik wou nog even bevestigen op wat Joris Thijssen zegt. Het neoliberalisme werkt eigenlijk alleen als je oogkleppen op hebt. In Nederland, maar in Europa kennen we in principe de vervuiler betaald. Alleen daar is vaak geen sprake van. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld. We kennen het principe uit een boek bedoelt u. We kennen het niet als in principe, beleidsmaatregel. Nou, jawel, we kennen wel als beleidsmaatregel. Alleen heel veel dingen willen we niet zien. Als we gaan kijken, dat komt ook in het boek van de heer Van der Heijden voor. Bijvoorbeeld over de vleesproductie. Hij noemde het net ook al in zijn verhaal. De ontbossing in Brazilië. Daar is uiteindelijk een gebied van, ik geloof, 6 keer Nederland aan regenwoud gekapt. Om daar soja op te planten. Om daar hier de veestapel mee te voeren. Dat heeft een ongelofelijke impact op het klimaat. Niet alleen het kappen van die bossen, maar ook de uitstoot van CO2 en methaan door die veestapel. Dat eigenlijk zou je dus zeggen, dat zou je moeten verrekenen in de prijs van het vlees. Alleen dat gebeurt niet. In dit geval
de vervuiler vervuilt en de belastingbetaler betaalt. En ik denk dat het een taak is van onder andere maatschappelijke organisaties, daar reken ik trouwens de Partij voor Dieren in de Tweede Kamer ook toe, om dat zichtbaar te maken. Dat gebeurt gelukkig ook, maar ik denk dat dat een hele belangrijke taak is. Maak zichtbaar, niet wat onzichtbaar is, maar maak zichtbaar wat onzichtbaar wordt gemaakt. Want dit is waar ze het niet over willen hebben. En dit is nu ook in de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie, dit is wat het CDA niet wil bespreken. Dat stond vandaag ook weer in het AD. Het CDA wil het hier niet over hebben. Het is onzichtbaar en als er dan heel veel partijen blijft het onzichtbaar. En daar ligt een taak voor jullie om dat zichtbaar te maken. Gelukkig doen jullie dat ook. Nou, ja hoor. Maar gewoon zomaar? Ik bedoel, nu gewoon opeens? Nee. Vindt u het goed als ik mevrouw Glaasje is, vraag om even te reageren en dan kom ik naar u met de microfoon. Dat is nog beter. Ja, laat ik dat gewoon doen. Ja, één ding wilde ik zeggen over de manier waarop sociale bewegingen centraal staan in dat boek van Hein Anton. Wat ik heel aantrekkelijk vind, is dat hij het zo bij burgers legt, bij activistische burgers. En ik denk dat we zitten hier met de twee grote, zeer geïnstitutionaliseerde clubs aan tafel. Dat het heel belangrijk is om ons te realiseren dat die burgers, dat dat een veel bredere groep is. Enerzijds denk ik dan aan veel radicalere, niet geïnstitutionaliseerde activisten die in klimaatkampen actief zijn, die veel meer. Zijn allemaal, ik ken ze allemaal, die zijn allemaal lid bij hun. En, Die werken bij ons. Die werken, ja. Die werken niet allemaal bij ons. Wij nemen lief. Vrij en dan gaan we zo'n klimaatkamp in. En die ook veel explicieter eigenlijk de link leggen inderdaad met kapitalistische bewegingen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Occupy. Anderzijds juist ook die mensen inderdaad die zeggen we gaan wat minder vlees eten en we gaan zonnepaneeltjes doen. Ik denk dat we dat hele spectrum moeten zien als we denken in termen van de oplossing. En niet denken milieubeweging, dat is Greenpeace. En waarom vindt u het zo belangrijk om dat te zeggen? Want ze beginnen meteen te klikken. Maar waarom is dit een belangrijke notie voor u? Het is belangrijk omdat u vraagt de twee heren. Ja. Of wat vindt u van het boek? Gaat u misschien nog iets anders doen? En ze zeggen, nee, het is een bevestiging van wat we toch al doen. En ik denk dat zowel die radicalere vleugel waarvan ze zeggen, die hoort al lang bij ons. Als juist die marktvriendelijker, gewone burger, ook belangrijk zijn om in het spectrum te houden. Dat betekent niet dat er iets mis is met het grote geïnstitutionaliseerde bewegingen, maar dat is vaak het enige wat we zien. Ja, jullie willen natuurlijk heel graag popelen nu om te reageren. Ja, maar ik weet niet of die man durft te trotseren. Ik hoor er helemaal bij, mijn opmerking. Of gaat het dan een andere richting op, het gesprek? We gaan het gewoon zien. Ik hoor dus, wie bent u? Matthijs Ischemuller. Ik heb ook vroeger ooit met Hein Anton gewerkt bij de UvA. En ik werk nu bij het DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions in Rotterdam. Ja. Ja, na jarenlang VU. Anyway, wat ik mis is hier in dit gesprek, er wordt zo ontzettend gesproken over het belang van de burgers. Maar ik hoor iedereen alleen maar praten over het belang van de overheid. En als het dan over die burgers gaat, dan gaat het inderdaad precies over die dingen die Hein Anton in zijn verhaal heeft genoemd. Dat consumentenactivisme. Ik mis, als het gaat om neoliberalisme, die eigenschap van anonimiteit, van grootschaligheid versus kleinschaligheid versus wat je in de coöperatieve beweging ziet. Dat is ook ondernemerschap, maar dat is een ander type ondernemerschap dat lijnrecht staat tegenover dat neoliberalisme. Dat is een ondernemerschap waarbij mensen ook zeggen, die overheden doen het niet, wij doen het lekker zelf. Dat heb ik helemaal gemist in de discussie. En dat is ook precies wat ik heb gemist bij Greenpeace en bij de Vereniging Milieudefensie. Dat is een heel ander type milieubeweging dan de milieubeweging die op dit moment in staat zou zijn om een alternatief te bieden voor het neoliberalisme. En ik hou het hier maar even bij, maar we kunnen nog wel even doorgaan. Nee, we kunnen altijd doorgaan. Ja, dat snap ik.
Oh, je zegt ik heb nog veel meer punten. Waarom zit ik eigenlijk niet aan tafel? Dat is eigenlijk uw opmerking. Nee, dat zou ik niet. Nee. Ja. Heel goed. De vraag is, er is een andere vorm. U begon eigenlijk daarmee. U zei, er is eigenlijk meer dan geïnstitutionaliseerde milieubeweging. Er zijn eigenlijk andere vormen van activisme. Aan de ene kant radicaal en aan de andere kant die burgers die het anders doen. U zegt, die burgers die het anders doen, die zijn ook aan het strijden tegen het neoliberalisme. Die zoeken de kleinschaligheid op. De eigen commons, de coöperatieve beweging van mensen die gezamenlijk bijvoorbeeld zorg of energie organiseren en produceren. Wilt u daarop reageren voordat jullie, het is wel echt een aanval op ons. Eerst nog even de aanval vergroten? Ja. Ja, ik wil er ook wel op reageren. Nou echt? Ja. Kijk, helaas is in Nederland zo dat het hele politieke systeem erop gericht is om die kleinschaligheid weg te drukken en op naar grootschaligheid. Als ik dan heel concreet kan worden, op dit moment is nog eigenlijk al tientallen jaren in het geval, elke week verdwijnen er 50 boerenbedrijven. Die kleine jongens die vallen om, die hebben twee keuzes, of ze worden groter of ze vallen om. En helaas gebeurt het laatste heel veel. Maar dan is het hele politieke systeem is gericht op die schaalvergroting en de banken doen vrolijk mee. Uiteindelijk zitten al die ondernemers, want het zijn vaak geen boeren meer, in de tang van de bank. En het kan alleen maar groter. En wat je ziet is dat we steeds meer dieren houden door steeds minder bedrijven. Uiteindelijk heb je, er zijn in Nederland bijna geen bedrijven meer die 20, 30 koeien hebben. Dat kan niet. Je moet er minstens 80 hebben om rendabel te zijn. En wat je ziet is dat je vaak al naar de 400, 500 gaat. Bij varkens heb je het over 5.000, 6.000 varkens per bedrijf. En bij kippen zijn er al bedrijven die 2.000, 3.000 kippen. Maar meneer vraagt aandacht voor bijvoorbeeld het onderzoek van Jaron Mats, dat er tienduizenden burgers in kleine groepen georganiseerd zijn en een ander soort type economie aan het opzetten. Ja, maar hij noemde ook die kleinschaligheid. En ja, helaas is het in Nederland, ik zit er dan voor de politiek, maar die hele politiek is erop gericht om die kleinschaligheid weg te drukken, okay, ten gunste van die grootschaligheid. En dat is een probleem. Ja. Als het gaat over de dingen die door neoliberalisme als het ware uit zicht verdwijnen, dan is dat toch precies waar je dan voor opkomt. Die nieuwe economie die gaat dan toch niet een ander type grootschaligheid waarbij we de grote bedrijven dan maar zeggen, we hebben geen tijd voor klimaatverandering en laten ze dan in godsnaam maar iets goeds doen. Want dat hoorde ik dus Greenpeace zeggen. Mag ik daarop reageren? Want de manier waarop u het presenteert is alsof de overheid, de staat, want u zegt, we hebben het heel de tijd over de staat, de antithesis van duurzaamheid. En eigenlijk een verlengde is van het nieuwe liberalisme. En ik zou daar eigenlijk fundamenteel met u willen verschillen. Het kenmerk van het liberalisme op cultureel niveau is dat het mensen individualiseert, ons van elkaar scheidt, verdeel en heers, gemeenschappen opbreekt, mensen vervreemden van andere mensen en van de natuur. Dat is de kern van het liberalisme op cultureel niveau. Wat wij als samenleving met elkaar gecreëerd hebben om de regie over ons leven terug te nemen, is de staat. Wanneer wij want dat is de enige mogelijkheid die ik als individu heb om op te kunnen staan tegen een miljardenbedrijf als Shell. Zo, de overheid is de middel waarop wij regie over ons leven kunnen nemen. Dat is het al sinds het verlichting en dat is het nu nog steeds. En dat op zich is mijn verschil met u, is bijna emotioneel zou ik kunnen zeggen. Want het denken dat zich afkeert van de staat versterkt het nieuwe liberalisme. Door mensen het gevoel te krijgen geven dat zij alleen en enkel alleen en clubjes van 10 of 15 of 10.000 worden genoemd. Het nieuwe liberalisme, zou ze het kunnen tegengaan, is echt destructief. Wij gaan niet, die 10.000 mensen gaan niet Shell tegenhouden. Kan ik u garanderen. Zij gaan niet een kolenbedrijf tegenhouden. Alleen als die 10.000 mensen die heel goed bezig zijn met hun leven, heel goede initiatieven ontplooien, als ze dan naast elkaar de handen geven en de handen geeft aan een vakbeweging, aan een sociale beweging, en samen optreedt en richting de overheid zegt van, wij moeten de economie vormgeven op zo'n manier dat het de belang van de mensen, natuur dient. Alleen dan kunnen wij effectief zijn. Ik wil je een voorbeeld geven. Op dit moment is er 2/3 van de mondiale uitstoot van CO2. 2/3 wordt veroorzaakt door 90 bedrijven. Die zou aan de ene kant van deze zaal zouden ze kunnen zitten. 2/3 van de mondiale uitstoot. Wij vergaderen ieder jaar met 200 landen en ieder van dat 200 landen moet een verantwoordelijkheid gaan nemen voor het terugdringen van CO2 uitstoot. Terwijl we in deze zaal dat allemaal had kunnen bereiken. 10% van de bevolking van de wereld, de rijkste 10% van de bevolking van de wereld, is verantwoordelijk voor 40% van de CO2.
Dat moet ik toch even dat is waar we ons op moeten richten. Het is geen keuze tussen de do-it-selfers en precies de mensen van de dat organisatie. Is de meneer zei, het is wel een keuze. Die do-it-selfers zijn vaak juist ook de mensen die het actiefste zijn. Die komen ook op de demonstraties af en die stemmen ook op de Partij van de Dieren. Maar ik vind dat we ook wat verantwoordelijkheid bij de burger moeten leggen in een land als Nederland. We hebben nu het neoliberalisme de schuld gegeven, de grote bedrijven, de politiek. Maar burgers zijn ook kiezers. En ze hebben zojuist in grote getalen voor heel andere partijen gestemd. Ja, heel goed. Dat is toch lastig. Wat werd u echt veel vaker in een paneldiscussie over dit onderwerp hebben, mevrouw Glaasjes. Laat me dat herinneren. Want u pakt elke keer preciezer uit waarvan u zegt, laten we nou niet doen alsof we het allemaal eens zijn. Hè? Ik bedoel, dat is namelijk snel de suggestie bij dit soort middagen. U onderzoekt ook internationale sociale bewegingen en instituties. En in Hein Antons analyse gaat het niet alleen over sociale bewegingen, dat hebben we net even besproken, maar ook over de rol van internationale instituties. We kunnen niet met internationale anarchie klimaatverandering oplossen. Wat zou er nou moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat die internationale instituties ook gaan functioneren? Ja, nu ga ik heel voorzichtig doen, van ik ben geen expert op klimaat. U bent hoogleraar internationale betrekkingen, ja. Ja. Ik zou om te beginnen niet zeggen, de instituties is waar je het zoeken moet. Is okay. De oplossing. Volgens mij moet je die ook bij de do-it-selfers zoeken. En ook bij de radicale acties. En zelfs ook bij het hypocriete bedrijfsleven. Maar laten we nu eventjes bij die instituties blijven. Bijvoorbeeld de Europese Unie. Dan bij uw betoog over de Europese Unie, dan denk ik onmiddellijk van ja, maar het is voor staat ook heel makkelijk en prettig om te zeggen van ja, wij kunnen niets doen aan deze situatie, want de EU-regelgeving, ja, daar hebben ze zelf ook aan meegewerkt. Dus vaak is de EU ook de boeman. En als ik dan nu denk aan het land dat zich gaat terugtrekken uit de Europese Unie, dan denk ik niet dat er beter klimaatbeleid uit voortkomt. Denk ik ook niet. Maar wat er nodig is om die instituties te doen veranderen, ja, dat zijn dan weer die sociale bewegingen die dan leiden tot politieke veranderingen, die dan weer leiden tot mogelijke regelgeving. Het rare, met name in de Verenigde Naties, is dat in 1992 een soort voorloper was. Dat liep echt vooruit, denk ik, op waar de nationale politiek klaar voor was, in een soort coalitie tussen internationale organisaties, de Verenigde Naties zelf en NGO's, milieuactivisten. En ik denk dat het inmiddels zo geïnstitutionaliseerd is dat het eerder achter liep. En dat bedoelt u? Ja, de Rio Framework Agreement nog voor het Kyoto Protocol. Voilà. En ik denk dat dat een soort remmende werking heeft. Maar het kan niet anders dan weer via burgers, via sociale bewegingen en misschien ook via bedrijfsleven dat incentive ziet, toch weer aangejaagd worden. Ja, want meneer Pols, u had net een vlammend betoog voor die overheid. Ik neem aan dat u als milieubeweging hetzelfde vlammende betoog zal hebben voor die internationale organisatie van die staten om de oplossing van klimaatverandering dichterbij te brengen. Iets minder vlammend, omdat de effectiviteit iets beperkend is. En we hebben een nationale overheid bestaat natuurlijk al 150 jaar en heeft instituties ontwikkeld om beleid te maken en uit te voeren. Internationale instituties zijn daar wat minder goed in. En als je de klimaatovereenkomst neemt, dan is dat eigenlijk illustratief daarvoor. De succes van Kyoto was vooral omdat één regio zich gecommitteerd heeft, Europa. En die heeft de hele klimaatonderhandelingen getrokken en de uitvoering daarvan. Nu bij het verbreden zie je inderdaad, en dat benoemt de heer Van Heijden in zijn boek, nu dat het breder getrokken wordt en iedereen mee moet doen, zie je dat de voorstellen van de landen niet leidt tot het terugdringen van klimaatverandering. Zou conceptueel of een gedachte zie ik de internationale instituties vooral als een coördinerend mechanisme. Maar het is belangrijk dat wij zeggen dat de focus, de prioriteit voor de uitvoering van klimaatmaatregelen ligt op nationaal niveau. En mag ik ook zeggen daaronder, subnationaal, bij regio's, bij steden die vaak bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ver voorlopen op de nationale overheid. Ja. Ja, het was Benjamin Barber net al verleden die zei, als je wacht tot staten klimaatverandering op gaan lossen, dan zit je op het verkeerde niveau. Ik bedoel, waar klimaatverandering landt en waar klimaatverandering kan worden opgelost, is de stad. Vandaar dat zijn initiatief voor burgemeesters in de conferentie was.
Ik deel uiteraard, en dat denk ik is uit mijn vlammend betoog naar voren gekomen, dat je op alle niveaus actief moet zijn en dat burgers, de kern van de burgers, dat je engageert met de samenleving. En op welk niveau dat is, of dat nou is met je wijk of je dorp, je stad, of je met je stemgedrag, de kern ligt dat je als burger moet gaan opstellen. Klassiek wordt natuurlijk een voorbeeld gegeven, burgemeesters hadden de oorlog in Oekraïne niet kunnen voorkomen. Je moet niet... Het risico is altijd als je dingen in het extreme gaat stellen. Zeker heb je de gemeentes, Californië, de vijfde economie in de wereld, die loopt ver vooruit op Trump. En die zal waarschijnlijk in hun eentje, gezien de economische kracht die zij hebben, zullen zij zelfs als uit Trump klimaatbeleid afschaffen, zullen zij heel Amerika meetrekken in hun beleid. Dus ik ben het volledig met u eens, maar uitkijken om dingen niet te vereenvoudigd neer te zetten. Als we nou inderdaad beseffen dat we nog 13 jaar hebben, hè, de klok is echt aan het tikken. Jij zei al net, ik heb geen tijd, meneer Thijs, u zei net al, we hebben geen tijd voor een system change. We hebben gewoon, daar is het gewoon te kort dag voor. Er moet nu echt iets veranderen. Als u wel de analyse deelt dat die economische ordening die we nu hebben, klimaatverandering voor een heel groot deel veroorzaakt. Maakt dat dan bijvoorbeeld dat uw focus op grote bedrijven verandert? Ja, dit is dus een beetje die valse keuze die ik net ook uit de zaal hoor. Kijk, ik vind het fantastisch dat die 10.000 mensen zeggen, ik neem het heft in eigen handen en ik ga zelf iets doen. Ik ben ook heel druk om mijn huis energie neutraal te krijgen. U hoort erbij. Dat is hartstikke goed van mij. Ja. Vervolgens is de vraag, oké, wat is nou de belangrijkste rol die Greenpeace kan spelen? En wat is de belangrijkste rol die wij samen en met de andere milieuorganisaties kunnen spelen? Nou, de kracht van Greenpeace... ook uit de traditie, maar ook uit het feit dat wij geen geld aannemen van bedrijven en van overheden, is dat wij die overheden en dat bedrijfsleven aan de kaak kunnen stellen en scherp kunnen houden. Wij zijn zo ongeveer de enige die, en dat hebben we ook gedaan, die de kaalslag in Indonesië door palmolie aan de kaak kunnen stellen. Indonesië is te corrupt, want daar hebben die bedrijven die zijn veel te groot. Unilever die wil eigenlijk niet. En wij zijn degene die kunnen zeggen, luister Unilever, vanaf nu ga je alleen maar duurzame palmolie kopen. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem in je verkopende landen. En zo hebben we Nestlé omgekregen, hebben we Unilever omgekregen en hebben we dus een akkoord in Indonesië voor elkaar gekregen. Dus daar, dat is één van de focuspunten waar Greenpeace zich op focust. Tegelijkertijd is het wel zo dat dat vlammende betoog van Donald, dat ben ik helemaal met hem eens, dat op de een of andere manier moeten we de mensen in staat stellen zelf deel te nemen aan wat er moet gebeuren om klimaatverandering te stoppen. Dus er moet een democratisering plaatsvinden van de energievoorziening. Dus het moet mogelijk worden dat als er een windmolenpark om de hoek is, dat je mee kan investeren en dat je mee kan bepalen waar die windmolens komen. Dat die salderingsregeling voor zonnepanelen blijft, dat is ook allemaal heel erg belangrijk. Daar knokken we voor mee. Maar daar zijn we ook wel aan het kijken van, hè, bijvoorbeeld de natuur- en milieufederaties, die zijn heel erg bezig met die coöperaties. Die kunnen geld krijgen van de overheid en van Europa. Dus dan denk ik ook van, nou jongens, supergoed. En als ik mensen tegenkom die willen participeren, dan zeg ik, kijk eens, daar heb je een website, daar kan je iedereen zo mee aan de slag. Iedereen zijn eigen doel, zeg je, dat is een veel breder. Nou ja, het is dus niet zo dat we zozeer... je kijkt waar je het grootste verschil kan maken. Ja. Maar wat ik dus wel interessant... Dat vind ik wel interessant, ook het einde van het boek. Ik ben het met heel veel eens van wat het boek zegt, van wat veranderstrategieën zouden kunnen zijn. Maar het eindigt toch een beetje van, ja, we kunnen of een optimistische toekomst tegemoet gaan, of een pessimistische. En de vraag is natuurlijk, moeten we nou inderdaad meer van het een doen om sneller te kunnen rennen met z'n allen. Dus moeten we iets meer focussen op die grote bedrijven? Moeten we iets meer focussen op die vrijhandel? Moeten we iets meer focussen op die democratisering van de samenleving en van de energievoorziening? Dat is natuurlijk dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar dat is, vind ik wel, daar daag ik wel mezelf en mijn medewerkers op uit. Zo van, jongens, doen wij nu het beste wat we kunnen doen? Of moeten we toch nog andere keuzes maken? Eén ding wat we in ieder geval moeten doen, is ook zorgen dat je een heel consistent politiek hebt, ook voor de komende jaren. Want een van de redenen dat Nederland onderaan bungelt op het lijstje, net gezegd, Malta, Luxemburg doet nog slechter, is omdat je de afgelopen decennia hebt een politieke zichtschakkoers gehad. De proces van Echternacht. Twee stappen vooruit, één achteruit. Dat is wat er gebeurt. En daarom is Nederland zo verschrikkelijk slecht op dat gebied. Wat we nou moeten doen, en er zijn nou coalitieonderhandelingen, is gaan kijken of we dadelijk die partijen groener kunnen maken. Ik heb net even gerekend. Als je gaat kijken naar de groene partijen in de Kamer, dan kom je op Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, niet altijd, D66 en de PvdA. Dan zit je op 66 zetels. Het is geen meerderheid. Het is geen meerderheid, maar de VVD is een chameleontische partij. En de vraag is nou, gaat de VVD de kleur aannemen van het CDA?
dan wordt het heel slecht. Maar op het moment dat de VVD de kleur aanneemt van D66 GroenLinks, dan ga je wel stappen maken. En dan moeten ze proberen, en dat is de vraag of dat gaat lukken, dat ze ook afspraken gaan maken die langer duren dan 4 jaar. Want we hebben het de hele tijd over 2030, 2050. Maar politiek wordt er vaak gedacht, oh, dat duurt nog heel erg lang. Dus als pas in 2030, dan kunnen we nu nog wel even achteruitleunen. In 2050 helemaal. En dat is daar ook een taak voor de maatschappelijke organisaties, om die drukte op te houden. Goed. Ik ga, Heino, pak de microfoon. Jij wil natuurlijk iets zeggen waarschijnlijk over... Wil je iets zeggen over Unilever en de palmolie? Of zeg je, nou, lees mijn artikel maar. Nee. Nee, oké. Okay. Goed. Pak de microfoon. Eén zin, lees mijn artikel. Ik zal het heel kort houden. Er wordt natuurlijk direct naar mij gekeken, omdat ik samen met 4 collega's een onderzoeksartikel heb geschreven over de duurzaamheid van Unilever en daar ook palmolie uitgebreid op voorkomt. En daar zie je eigenlijk ook de tragiek van het systeem. Want zelfs als NGO's zoals Greenpeace, maar ook alle andere NGO's Unilever aansporen om de palmolieleveranties te verduurzamen, dan zie je dat de sector zelf zich eigenlijk uit het moeras probeert te trekken aan zijn eigen haren door zo'n ronde tafel op te zetten. En als je daar dan wat dieper in gaat vroeten, dan merk je dat dat duurzaamheidslabel dat eigenlijk een beetje een farce is. En daar zie je maar weer hoe complex dat is en hoe minimaal die stapjes zijn dat zo'n enorm bedrijf zelfs met de beste intenties van de wereld kan zetten. Goed. Er zijn geen lid van die tafel overigens. Bovenop die tafel. Dat weet ik, maar dat is wel de manier waarop ze dat willen verduurzamen. Ja, maar die tafel is niet goed genoeg, daarom. Het is 3:30. En ik ga nu aan de zaal nog een paar interventies vragen. En die mogen ook dan aan jou zijn en ook aan jullie zijn. Goed, daar gaan we. Ja, Jan Schrijver. Om de zaak nog wat te compliceren. Graag. De sociale bewegingen zijn ervoor gekomen. Er is straks even grappend gemaakt van ja, Trump heeft eigenlijk veroorzaakt wat mogelijkheden in de Nederlandse groene politiek. Maar over sociale bewegingen. We hebben nu steeds het onderscheid tussen de grote globaliseringsvoorstanders en de nationale de groepen, zeg maar de populisten. En mijn puzzel is, ik heb ook het boekje van Luyendijk van Kunnen we praten in mijn achterhoofd, van kan er ergens een brug gemaakt worden van mensen die ook balen van dat ze geen eigenaarschap meer, geen herkenning, geen identiteit meer hebben enzovoort, met een perspectief van nou ja, toch weer zeggenschap krijgen. Dus hoe kan dat? Dat is mijn vraag. Ja, ik kijk als eerste naar u, hooggeleerde dame, maar misschien... Ik wil het wel proberen, maar ik denk dat hij dan toch... Ja, hij dan natuurlijk ook nog het beter doet. Ja, oké. Okay. Die schrijft het weer naar mij. Het enige wat ik misschien van zou willen zeggen is... een van de dingen die mij dus niet vindt aan die term neoliberalisme is de suggestie dat er niets te kiezen valt. Want politici zijn allemaal managers, allemaal één pad nat, allemaal hetzelfde. Ik denk dat er nog nooit zoveel te kiezen geweest is in de Amerikaanse verkiezingen, in de Franse verkiezingen, in de Nederlandse verkiezingen. Alleen één van die keuzes is erger dan wij ooit hadden kunnen denken. En dat is inderdaad een keuze die op een heel andere manier deglobaliseren denkt. Veel meer eigen volk eerst. En daarom heb ik een beetje zorg over dat idee van deglobalisering. En denk ik dat we veel meer anders globalistisch moeten denken. Dat gedachtegoed oppakken. Jouw vraag was, hoe kunnen we de burgers de indruk geven dat ze controle hebben? Nou, hoe maak je de verbinding tussen die actieve burgers die u schetste, de mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering, en als je dan de oorzaken legt bij dat anonieme bedrijfsleven, enzovoort, 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 dan is er nog een groep die daar zich zorgen over maakt, maar die manifesteert zich maar in een andere groep. Een heel andere reactie daarop heeft. Mag ik daar... Volgens mij zijn het in ieder geval 3 manieren. En de uitgangspunt daarvan is dat je Nederlanders eigenaar moet maken van de transitie. En de vraag, en de overheid heeft daar een rol in. Dat betekent niet dat de overheid dat moet doen, maar de overheid moet het faciliteren. En dat doe je op 3 manieren. Ten eerste door de lusten en lasten te verdelen. De overheid heeft 200 miljard per jaar in de vorm van de geld die ze ophalen via belastingen, die ze dan weer uitzetten onder burgers. Die kunnen ze zo inzetten dat burgers daar voordeel aan hebben. Op dit moment is het zo dat 80% van de klimaatsubsidies gaan naar grote bedrijven, 20% naar huishoudens en binnen de huishoudens ongeveer 10% of 2/3 gaan naar
rijkere huishoudens en een derde gaan naar arme huishoudens. Nou, dat kan je veel egaler doen. Dat is de eerste stap. Zo, mensen laten participeren via de subsidies die zij uiteindelijk zelf betaald hebben. De tweede stap is weer werkgelegenheid. Laat mensen werken in de groene industrie. Creëert in Nederland een industrie die zonnepanelen bouwt, die windmolens bouwt, die huizen isoleert, die windmolens op de Noordzee zet, die misschien elektrische auto's gaan maken. Dan krijg je dat feestjeseffect. Hè? Je zit op een feestje, je boze oom, die zit, ja, die klimaatsubsidies zijn allemaal gelul en allemaal zakkenklopperij, tot er één iemand zegt, meneer, waar lul je over? Mijn zoon werkt in zo'n fabriek. Mijn vrouw die is bezig om zonnepanelen te ontwerpen en die verdient er een dikke boterham. Boosoom, meteen stil. En de derde stap, en dat is iets complexer, laat Nederlandse organisaties en bedrijven helpen bij de uitvoering van een internationaal klimaatakkoord. Nu is het iets ver van ons bed. Terwijl je kan ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven en organisaties in ontwikkelingslanden met mensen in die landen samen gaan werken om, weet je, verzin het maar, GVB, we zitten in Amsterdam, laat die een light rail project met partners in Ethiopië en Addis Ababa gaan bouwen. U zegt de lusten en lasten en zorgen lust voor en lasten, eerlijk verdelen, groene werkgelegenheid en internationale samenwerking. Nou, dat is een vrij volledig antwoord. Klinkt het ook als een antwoord waar u... Ik mis de ideologische verbinding. De ideologische van hoe kun je mensen begeesteren? Zeg maar, ja, oké, okay, die kant gaan we uit. Maar het gaat om de eigenaarschap. Dat mensen zich eigenaar voelen van hun toekomst. En die drie voorbeelden die ik geef, laat zien van dat mensen echt zelf bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Gezellig voor al die politicologen in één zaaltje. Ja, gaan we. Otto Holman, politicoloog. Ja, dat is mij duidelijk. Ja, ik heb een vraag aan Hein Anton. De titel is Voorbij het neoliberalisme. En er zit toch een rare paradox in de situatie dat we praten over, het is 2 voor 12 en het is nog nooit zo erg geweest. En alle berichten die we krijgen, het gaat de verkeerde kant op. We moeten nu echt snel tot actie komen. Laten we dan kijken, je zei van nou Trump is een waarschuwing geweest. Dat paradoxaal genoeg krijgt dat een versnelling van de sociale bewegingen en klimaat, de strijd voor een beter klimaat. Maar ja, als we kijken naar de Nederlandse politiek, dan zien we juist het tegenovergestelde. Er is een verschuiving naar de rechterkant van het politiek spectrum. Je bent nu sinds 2 weken voorstander van GroenLinks. Die gaat zich daarin, tenminste van een deelname van GroenLinks in een coalitieregering. Nou, dat wordt natuurlijk mondjesmaat een klein beetje hier en daar wat puntjes op de i zetten. Maar dat gaat natuurlijk nooit een grote omwenteling veroorzaken. Dus hoe kijk je voorbij het neoliberalisme naar een beter klimaat? Vanuit het Nederlands perspectief en de Nederlandse politieke verhoudingen nu, zie je eigenlijk dat het helemaal niet voorbij het neoliberalisme is. Maar nog even afzien van de opmerking die Marlies heeft gemaakt. Maar, nou. Ja, het is wensdenken. Mijn boek is niet alleen maar op Nederland gericht, maar op de hele wereld. Wat er in Nederland op dit moment gebeurt, is denk ik dat er een momentum is. Dat is waarom die 2 weken ook echt toe doen, die opmerking van. Ja. Nou ja, het komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar mijn boek heet niet voorbij het neoliberalisme, maar na het neoliberalisme. Ik bespeur wel, en dat geef ik op aardigheid aan, een hele grote crisis. Ik denk dat het neoliberalisme zoals wij dat nu kennen, over 10 jaar niet meer bestaat. En in mijn strategische inschatting, maar het is ook niet meer dan een strategische inschatting, denk ik dat deelname van GroenLinks nu aan een kabinet met rechtse partijen, niet zoals de Partij van de Arbeid, ertoe zal leiden dat die partij zichzelf verliest en vervolgens wordt gedecimeerd. Maar dat GroenLinks een verschil kan maken. En wanneer dat blijkt dat dat niet het geval is, dat ze daar ook heel erg hard over gaan tamboureren waarom dat niet zo is. En dat dat GroenLinks dan ook niet die kabinetsperiode zal uitzitten. Het is niet, wat je kunt verwachten is naar mijn idee, niet hetzelfde als de constructie van de vorige regering. Een Partij van de Arbeid die slaafs de VVD volgt. Dan gaan ze de stekker eruit trekken. Ja, zo kan je het noemen. Nee, zo mag je het nooit meer noemen. Het woord stekker en GroenLinks kan niet eens meer in dezelfde ruimte plaatsen. Dat is echt helemaal mis. Taal doet ertoe. Ja. Dank. Daar achterin. Fijn voor mij met mijn hooghakken. Ja.
Alsjeblieft, nee, geef het maar niet. Leuk. Dag, ik ben Christopher Houtkamp. Ik ben eveneens oud-student van Hein Anton van der Heijden. En overigens nog wel meer mensen die aanwezig zijn in deze zaal. Oké. Okay. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik een collegeserie van Herman Philipsen gevolgd. Hij is filosoof in Utrecht. En hij probeerde het klimaatprobleem filosofisch te benaderen. Mm-hmm. En hij verdedigde een vrij pessimistische stelling. Namelijk dat de mensheid misschien niet moreel geëquipeerd is om het klimaatprobleem aan te pakken. Dat bedoelt hij op twee manieren. Allereerst is het misschien voor heel veel mensen heel moeilijk om offers te brengen voor mensen die ver weg wonen. En het tweede, dat is misschien nog veel belangrijker. Het is heel erg moeilijk voor mensen om offers te brengen voor 2, 3 generaties verder. En het is misschien heel pessimistisch, maar vooralsnog lijkt die stelling mij redelijk plausibel. Dus ik vroeg me af hoe de panelleden en hoe Zien Hij van der Heijden hierover denken. Zegt, leuk hoor die analyse van dat neoliberalisme, maar er is iets veel fundamentelers aan de hand. Wij kunnen als mens moreel gewoon dat klimaatprobleem niet oplossen. Omdat we de nabijheid, het nabijheidsargument en het langetermijneffect. Mijn boek bestaat uit 2 delen en het ene heeft als titel Het pessimisme van het verstand. En het andere deel heeft als titel Het optimisme van de wil. Ja. Wanneer je met het pessimisme van het verstand kijkt naar de huidige politieke situatie, dan word je heel somber en dan ben je het helemaal eens met, ben ik het helemaal eens met wat Christopher zegt. Maar ik vind het, zeker in deze tijd, dat je het als intellectueel niet kunt verantwoorden om pessimistisch te zijn. Ja. En vandaar dat tweede deel van die titel en sociale beweging kunnen er aan bijdragen om dat optimisme van de wil ook dergelijk in de praktijk te brengen. Ondanks de hele terechte opmerking die Christopher erover maakt. Ja, Karl Popper. Ja. Nee hoor, we zijn er heel dichtbij. Het gaat echt lukken. Echt? Dus, je hele gedachte, dat is allemaal leuk voor een collegereeks, maar het is niet acceptabel en het gaat niet gebeuren. Iets meer, want de sfeer zakte af richting pessimisme nu. Ja. Dat is heel zonde. Nee, dus ik dacht, laten we even leuk. Ja? Ligt toe, want jullie zetten als Greenpeace hebben jullie een interessante strategie gekozen, hè, de afgelopen jaren. Jullie hebben bijvoorbeeld de impasse rond duurzame energie, hebben jullie van gezegd, die is onacceptabel. Wij gaan aan een energieakkoord met dat vermaledijde bedrijfsleven. Ik word nu uitgemaakt voor institutie van de Nederlandse samenleving, dus ja, we hebben wat te fixen, maar ja. Dat hebben we gedaan. Precies, en je zit dus aan die tafels en je zegt, ik ben optimistisch. Leg je eigen optimisme toe. Kijk, er is zoveel reuring over klimaatverandering. En helaas, de impact van klimaatverandering vliegen je al om de oren. Dus iedereen die weet er ook van. Iedereen weet wel, er moet iets gebeuren. Dat is dat momentum waar hij een antwoord op. Ja, dat is wel degelijk dat er een momentum is. Maar tegelijkertijd daarnaast zie je ook dat er dus heel veel mogelijkheden zijn om te doen. Het is niet alsof we moeten zeggen, nou, als we nou heel hard gaan innoveren, dan hebben we misschien over 20 jaar een oplossing. Alle oplossingen, technisch gezien, die liggen overal klaar. Je kan gewoon je huis energie-neutraal maken. Je kan elektrisch gaan rijden en dat opwekken met wind, met zonnepanelen. Maar bijvoorbeeld nu ook, waardoor ik aan die tafel ben gestapt, we kunnen nu windmolens op de Noordzee bouwen die gewoon de kolencentrales van het net blazen. Dus we zitten er zo dichtbij. En natuurlijk zijn de grote en de gevestigde bedrijven die ze toch vasthouden aan, jongens, laten we toch vooral houden zoals het is. En die hebben misschien, hè, dat is misschien ook wel Buma, die zegt nee. Ik weet niet wat er komt en ik wil het even zo laten, want ik verdien een dikke boterham hiermee. Maar ik zie dus, ik ben heel optimistisch, ik zie heel veel hele mooie dingen gebeuren. En ik heb ook wel eens slechte dagen, maar daar vertel ik jullie niks over. Ja, ik zou er nog wel op willen reageren. Een ander onderwerp waar ik ook over heb geschreven is zeg maar, het verschil tussen optimisme en hoop. En het optimisme is eigenlijk wat de houding van Mark Rutte, van de ecomodernisten. En eigenlijk ook een beetje wat ik bij u proef. Van, het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Ik ga me dat niet uitmaken van Mark Rutte. We zijn op de goede weg. Het wordt alsmaar beter. Hoop is wel dat is echt een wezenlijk verschil. Namelijk dat je de ernst van de situatie inziet. En ook de ondanks de ernst van de situatie. En dat kan ook helpen om zeg maar, de verbeeldingskracht te prikkelen. Neem een heel simpel voorbeeld. Je hebt nu de hele tijd over elektrische auto's en iedereen moet straks een Tesla voor de deur hebben. Maar waarom wordt er niet veel breder gekeken naar de inrichting van een transportsysteem in de stad, waarbij we straks helemaal geen auto's meer hebben? Ja, auto's delen, onder de straten begint het strand. Ja. Nee, sorry, ik wil heel even reageren hoor. Want als jij zo optimisme en hoop definieert, dan ben ik een hoopvol man. Oké, okay, gelukkig. Maar ook realistisch, dus ik zie ook wel eens dat het mis kan gaan. Maar ik zie heel veel mooie dingen en er zijn heel veel toekomstbeelden die wij ook hebben en die we ook overal pitchen en neerleggen. Ik noem namelijk een paar voorbeelden waar iedereen meteen een voorstelling bij heeft.
Maar we hebben hele ruige voorstellen van hoe je de samenleving helemaal anders kan inrichten. En daar knokken we ook voor. Dus klinkt leuk, maar ik ben geen Mark Rutte. Dus. Nee. Okay, mevrouw Kletters. Ik denk dat het misschien nog erger moet worden. Nog iets erger Verelend. Moet worden. Nog iets voelbaarder moet worden. Maar ik denk ook op de lange termijn inderdaad dat er een omslag komt. En ik denk dat daar waar het grote probleem ligt dan ook is waar de oplossing moet zijn. En dat is toch wel degelijk bij het grote bedrijfsleven. Via naming en shaming, consumentengedrag, regulering, in godsnaam subsidiëring. Ik denk dat het daar uiteindelijk moet zijn. Ik zie het niet zijn in kleine anarchistische gemeenschappen die niet aan winstoogmerk doen enzovoorts. Maar nadat het erger is geworden, wordt het beter. En dat is een van de meest onwetenschappelijke dingen die ik ooit in een publiek forum heb gezegd. Oh ja, ik was vergeten te zeggen dat dit een livestream heeft en dat het is opgenomen. Goed, laatste woorden voordat ik nog naar natuurlijk Hein Antwoord ga, maar vanuit het panel. Ja, door deze vraag wordt het natuurlijk allemaal heel filosofisch. En ik zou zeggen van dat ik geef de spreker gelijk. Dat je niet moet handelen omdat je denkt dat je de wereld gaat verbeteren voor over twee generaties. Dat is inderdaad niet een correcte strategie en zal geen succes hebben. Waar we uit moeten handelen is de wezenskenmerk van de mens is dat je goed wil doen. Wij willen goed handelen. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Mijn capaciteit en de capaciteit van een hoogleraar is een andere dan een ingenieur en een andere van de stratenmaker. Maar ieder mens moeten we aanspreken op de kerneigenschap dat je goed wil doen. En dat we daardoor de wereld ietsjes beter maken voor onszelf, voor ons buren en voor uiteindelijk voor onze kinderen. En dat is de basis waar ik wel met Joris deel. Dat is de basis voor de enorme vooruitgang die wij hebben. Weet je, de prijs van zonnepanelen is in 10 jaar gedaald met 80%. Dus zo kun je een na de andere voorbeeld nemen. Wij kunnen de wereld veranderen. Ik kom uit Zuid-Afrika. Ik heb het gezien met mijn eigen ogen. Hoe honderdduizenden mensen de straat op gingen en een heel politiek systeem veranderen. Niet omdat ze dachten dat ze de wereld anders gaan maken voor twee generaties. Maar omdat ze handelden vanuit hoop dat en kracht. Dat is een heel inspirerend bewijs natuurlijk. Voor wat menselijk actie ertoe doet. Ja. Nou, als ik dan ook nog even daarop mag reageren. Wat ik dus hoor is dat het menselijk denkraam niet geschikt is om dat soort lange termijn effecten te doorgronden. Maar dat hoeft ook niet, want het komt steeds dichterbij. Ja. Het is inderdaad 2050, dat lijkt verschrikkelijk ver weg. Maar als je nu al ziet dat het weer verandert, weer is geen klimaat. Maar weer wordt wel veroorzaakt door klimaat, dus het komt steeds dichterbij. We hebben ook geen last meer van dat langetermijnprobleem, want het is al nu. Mensen realiseren zich eerder dat er een probleem is, ook in Nederland. Dank. Ik wou tot slot met jouw permissie, Jaap, alleen nog Hein Antwoord vragen om... dit was jouw symposium, om een laatste reflectie. Eigenlijk hetzelfde als wat Donald zegt, met dat verschil dat ik niet het woord mensen zou gebruiken, hoewel ik het wel met je eens ben, maar het woord collectief of groep. Ja, er zijn heel veel verschillende groepen in de maatschappij die allemaal zich zorgen maken om het klimaat en die allemaal op hun manier bezig zijn om daar wat aan te doen. En ik denk dat je al die collectieve initiatieven op hun waarde moet schatten. Dat de ene doet door multinationals te bestrijden, de ander door zonnepanelen te installeren en een derde door een vegetarische slagerij te openen. Het zijn allemaal strategieën, middelen die elkaar aanvullen. En ik denk dat het goed is dat die verschillende groepen ook dat van elkaar weten. Dat zij allemaal op een zinvolle manier bezig zijn, maar dat er andere groepen zijn die een iets ander denkraam hebben en dat die dus ook andere strategie hanteren, maar dat dat niet tegengestelde strategie is. Maar goed, je zegt dat ik wil het perspectief vanuit weghalen bij het individu, maar naar groepen wijzen, naar collectief het belang van samen in plaats van alleen. Yes. Dank. Dank panel, dank Jaap, dank Hein Antwoord voor dit prachtige symposium. Geef ze een groot applaus. En dan herhaal ik de officiële zin voor de genodigden. Is er zo direct een drankje aan de overkant van deze zaal in de salon. En dan kunt u nog even met Hein Antwoord, kan u hem feliciteren met zijn prachtige carrière. Ik wens u nog een hele fijne middag.